36 jaar was ze Hilde Bongaard toen ze de strijd verloor tegen borstkanker. Nu, vier jaar later, is het haar zus die een boek schreef over haar rouwverwerking. Ik heb het boek geschreven in vijf hoofdstukken, de vijf stadia van rouwverwerking. En ik heb ook authentiek, uh, in, elk, in elk stadia dat ik ook authentiek zat, heb ik een hoofdstuk geschreven. Dus je ziet bij het eerste hoofdstuk, de ontkenning heet dat, uh, over van alles praten behalve over wat er gebeurd is. Voor Gudrun werd het een lange en moeilijke zoektocht naar de juiste woorden. Zonder lichte dwang, moet ik zeggen, van de uitgever, heb ik toch wel, ben ik gestopt en het, het afgerond. Hè. Maar ik ben zeker pas gestopt op het moment dat ik van mezelf kan zeggen. Ik heb nou het hoofdstuk aanvaarding geschreven en ik heb het ook aanvaard. De Lommelse schrijfster hoopt dat haar boek erkenning en steun kan bieden aan anderen. Mensen in rouw worden niet altijd begrepen. Ik zal nou een voorbeeld geven. Mensen, op een bepaald moment kom je in een depressie bij rouw. Dat is, dat is automatisch. En uh, ik zie dan dat overal die mensen in een depressie bij rouw, die worden uh, opgevrolijkt op allerlei manieren. En dat werkt dus niet. Je, je moet elk stadium rustig doorlopen. En ik denk dat mensen die zwaar in rouw zitten of. Of, of, of in rouw gezeten hebben, dit wel een stukje als herkenning zien. Inderdaad, van uh, bijvoorbeeld in die depressie, laat mij in godsnaam het rust. Vooral in haar thuisstad Lommel krijgt het boek heel wat aandacht. En dat is niet verwonderlijk. Het thema rond rouwverwerking doet meteen ook denken aan de tragische busramp. Natuurlijk, in Lommel is iedereen op een of andere manier betrokken met die busramp. Iedereen kent daar wel een kind van. Het kleinkind van een buurman of wat dan ook. En uh, die mensen zullen daar ondertussen wel aan toe zijn, hè, na een paar maanden. Maar mijn boek is zeker geen handleiding van hoe ga ik met kanker om, hoe ga ik met verlies om. Het is maar mijn verlies. En, en uh, een ander kan zich daaraan spiegelen. Maar ik geef zeker geen houvast. Het boek Merel en ik ligt vanaf zaterdag in De Boekhandel.